Je staat er echt sexy bij, schat. Is dat ik maar niet onder die 55 kilo wil komen. Dit gaat hem natuurlijk niet worden. KUT-gevoel. Nick, ik moest eigenlijk ongesteld worden. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Doei doei! Ik ben zo blij met de tuin. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben onderweg naar de gym. As usual. Maar vandaag heb ik een kickboxles. Ik denk, ik ga even mijn horizon verbreden à la het sportwereldje. Dus vandaag ga ik kickboxen. Yeah. Het is nu, oh ik moet opschieten, want het moet 11:30 daar zijn. En het is nu 11:15. Dus ik ga nu even racen. En ik ga nu even kickboksen. Maar dat had ik net al gezegd. En ik had gisteren echt een hele motherfucking tuin schoongemaakt. Ik was er 4 uur mee bezig of zo. Tuinmeubelen met de hoge drukspuit schoongemaakt. Dus ik ben super blij dat dat ook gedaan is. En ik ga even nieuwe plantjes kopen, want het was een beetje dood gegaan allemaal. Maar dat ga ik misschien vandaag of later doen. Ik ga nu sporten in ieder geval. 3 hours later. Zo, ik heb net mijn workout gedaan. Ik heb een uur lang gekickboxed. En ik heb een uur lang gefitness. Dus gewichten. En 10 minuten geroeid. Ik ben pretty proud of myself. Alleen, ik kom er net achter. Het is 1 april. Dus ik moet even snel nog een prank gaan verzinnen voor Nick. Wat ga ik doen? Ik ben daar nooit zo creatief mee. Ik ga nog even nadenken. Wat ik ga doen. Ik moet even nadenken. Maar komt goed. Eventually. Nick. Ja. Ik moest eigenlijk ongesteld worden. Ja. Maar ik ben niet ongesteld geworden. Nou, ik wil 1 april pranken. Ik ben vader Nick geworden. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag en het zonnetje schijnt weer. I'm so happy. Mijn prank van gisteren was echt totally mislukt. Ik ben er zo niet goed in. Oh my god. Oh, hij wil naar de tuin. Even kijken wat voor weer het buiten is trouwens. Oeh nee, het is nog wel koud. Ik zit echt te wachten tot het echt lekker, lekker warm wordt. Heet, heet, heet. Gewoon lekker. Weet je dat? Wat heb ik aan? Ik heb dit aan. Body en... mijn broek. Wacht, ik ga het even hier zetten, is wat makkelijker. Dit heb ik aan. Fly mee. Ik doe sinds kort mijn haar ook anders verzorgen. En ik moet zeggen, mijn krullen die zijn echt veel kleiner nu of zo geworden. Veel smaller, veel poef. Nou, wat ik bedoel. En ik ben ook van plan om mijn haar te gaan verven. Ik wil het dus wat donkerder gaan verven. Dode punten knippen. Moest ik sowieso nog doen. Dat zei ik vorige keer al. Bruin kleurtje. Een lichtbruin kleurtje. Dan ben ik dat blond geblondeerde uit te krijgen. En dan kan mijn haar weer gewoon groeien. Vanaf hier weer gezond. Dus dat. Ik dacht dat het wat lekkerder weer zou worden. Maar het regent weer. Voor de verandering. Yep, het begon zo goed. Ik had de hoop zo goed gevestigd op zon, maar ik kan serieus niet wachten tot de zon gewoon lekker gaat schijnen. En dat ik lekker in mijn bikini kan. Daar heb ik zo een freaking veel zin in. De zon begint maar te schijnen. Oké, ik ga nu boodschappen doen. En heb ik geen zin in. En dan iets heel makkelijks maken, want ik heb ook geen zin om te koken. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal nergens zin in. Wat ik dus ook niet snap, is dat ik maar niet onder die 55 kilo wil komen. Yep. Dat is ook nog een drama, jongens. Maar ja, wat doen we daartegen? Een lekker muziekje opzetten. Yes, yes, yes. Even kijken wat er in de aanbieding hebben. Tank bijna leeg. Freaking woordjes. Annuleer, ik hoef niet te tanken. Yes. We gaan ervoor. Kijk je boos. Ben je boos? Pluk een roos. Een hele goede.
goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Nou, morgen, het is al middag, want de jongens zijn nu net, denk ik, uit school gekomen, of niet? Ik denk dat ik ze hoorde, ja. Ja, hè, ze stonden al achter je. Dus ze zijn al thuis. Nick is lekker pannenkoek aan het eten. En ik heb op de planning 2 volkoren broodjes met 30 gram pindakaas. Anyways, ik ga pas om 3 uur eten of zo. Hoe laat is het nu? 12:30, denk ik. Hallo! Daar zijn ze! Hallo Jumbo! Werkt het niet? Wacht. Misschien heb ik nog wel op maag gespouwen. Nee, ik ben er nog steeds. Wie is het thuis? Ik stem sowieso op jou hoor. En jullie kunnen ook stemmen. Het is niet de bad, het is het bad. Maar wanneer moeten wij stemmen dan? Staat erin. Staat erin. Gewoon even lezen, jongen. Hey! En dat zijn wij. Oh my god, check dit dan. Het hagelt gewoon. En ook maar alvast een trui gaan doen, want ik had het gewoon echt freaking koud. Het hagelt, het is echt slecht weer buiten. Ik hoop niet dat die tegels groen worden, want dan ben ik gek, hè? Daar heb ik al het werk voor niks gedaan. Ik ga nu lekker mee lunchen. Of nou, niet lunch. Ik had nog tussendoor nog 4 crackers. Ik was zo aan het werk dat ik helemaal de tijd vergat. Super lekker met aardbeidjes die... Oh, yum, 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 yum. En voor vanavond eten wij bloemkoolsoep. Heb ik zoveel zin in. Dus you know already, dat is een feestje. Why, why, why? Ik wil gewoon... Heb ik het aan mijn tanden? Wat gaan we doen? Juf Kelly. Kelly. Dit is lekker aan het koken. En het ruikt echt zo lekker. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben onderweg naar de gym. En ik moet even naar de Action, want ik moet wat spulletjes kopen. Ik had echt een mega super goede tip gekregen van iemand om daar pasta te kopen. En rijst waar dus 0 calorieën in zitten. Dus daar ga ik helemaal voor. Ik heb mijn pasta gemist. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Ik weet ook niet de voedingswaarde. Ik weet helemaal niks. Dus ik ga helemaal blanco plain erin. Maar eerst ga ik even sporten. En ik ga vandaag lekker weer gewoon mijn eigen workout routine doen voor mijn billen. Ik neem tips aan van Jan en Alleman. En ik merk toch dat ik me veel fijner voel bij mijn eigen ding. Want ik vind het gewoon lastig, weet je. Ik moet zeggen, ik blijf continu op de 55 kilo hangen. Ik zit nu op de 1500 calorie. Wacht even hoor, ik word gebeld. Hey moedertje. Meanwhile. Oh ja. <yeah. laughs> Ik ben er net aangekomen. Mijn moeder belde net, dus ik kon niet meer even lekker relaxed kletsen. Maar ik ga nu even in ieder geval snel naar de gym. Oh, auto op slot zou ook wel handig zijn. Workoutje doen. Jee, het is koud. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Ik ga mijn cheat meal omdraaien, want ik ga vanavond uit eten met Nick. We gaan lekker met z'n tweetjes even quality time. Dus ik draai hem gewoon even om. In plaats van zaterdag heb ik vandaag mijn cheat day, cheat maaltijd. Het is niet een hele dag, het is 1 maaltijd. Ook ben ik overgestapt naar een nieuwe app, maar dat ga ik zo even laten zien. En super slecht nieuws, wanneer ik besluit om pasta te eten zonder calorieën en shit erin. Is hij uit het assortiment gehaald bij de Action? Hoe dan? Hij weet ook niet wanneer het terugkomt, dus ik heb gewoon dikke pech. Anyways, zal even de app laten zien. Ik ben het nog een beetje aan het uitvogelen. Ik vind het nog best wel lastig eigenlijk. Kijk, dit is hem. En dan geeft hij hier aan hoeveel calorieën je nog over hebt. Ik heb nog niet alles erin gezet. Ik heb dus hier nu mijn ontbijt. Heb ik cashewmelk met havermout kaneel in zakjes. Blauwe bessen en waarschijnlijk doe ik daar nog een banaan bij, maar dat weet ik nog niet. En ik heb hier die boerenvolkorenbrood met sportpindakaas. En avondeten heb ik dus dan met cheat meal. 1 eiwitreep van de kruidvat. Zit er maar 135 calorieën in. Ook echt super top. En een banaan. De rest heb ik er nog niet echt ingezet. Wat ik ga eten. Maar dan moet ik maar even kijken. Zolang ik maar aan mijn calorieën kom. En dat is wel hier heel goed te zien. En hij houdt je stappen
Oh, waar ga ik nou naartoe? Oh ja, hier kan je dat onder zien. Dat ik nu vandaag al 2152 stappen heb gezet met mijn iPhone. Alleen je moet wel herinneren dat je je iPhone in je zak moet houden. Maar dat is wel echt super goed. Want je moet gemiddeld 10.000 stappen zetten. Nou, ik denk wel dat ik daaraan kom, want het is nu 9:05 en ik ben nu al hier. Wat ik fijn vind aan deze is dat hij dus echt je stappen bijhoudt. Je kan water toevoegen, hoeveel water je hebt gedronken. En dat vind ik echt super chill. Ik heb vandaag een hele dag edit. Gisteren ben ik gaan sporten, heb ik echt bijna niks gedaan. Ben ik meegegaan naar voetbal, heb ik weer bijna niks gedaan. Gisteren at ik pas om 8:30 avondeten, omdat het zo busy was. En ik heb havermout met kaneel. Super delicious. Het zijn dus van die zakjes. En het is echt super handig. Heb je ook nog snel ontbijt ook nog. En het is met kaneel, dus het heeft ook echt een hele delicious kaneel smaakje. Geurtje en smaakje. Geurtje en smaakje. En ik heb hier weer mijn water. Wat ook weer precies 2 liter is. Daar moet ik vandaag nog aan beginnen. Dus let's do this. Vetpercentage laten meten. En die is 23%. Yay! Ik ben super blij. Dat die gewoon 23% is. Mijn weegschaal klopt daar niet helemaal in. Dus ik ben nu even aan het kijken waar ik mijn progressie beter in kan bijhouden. Want mijn spiermassa klopt ook niet op mijn weegschaal. Dus heb jij tips voor een goede weegschaal die dat allemaal wel bijhoudt? En ook je vocht? Let me know. Deze weegschaal werkt wel voor Nick, maar hij werkt totaal niet voor mij omdat ik klein ben. Mijn weegschaal geeft iedere keer maar aan dat ik een vetpercentage van 33% heb. En ik heb het even uitgezocht, maar als je een vetpercentage van 33% hebt, heb je dus overgewicht. En ja, we kunnen wel stellen dat ik geen overgewicht heb. Dus ja, dat klopte al helemaal niet. En mijn spieren waren ook veel te weinig voordat ze nu eigenlijk zijn. En ik heb zoiets, als je iets doet, dan moet je het wel goed doen. Dan moet je geen verkeerde informatie krijgen. Dan word je alleen maar onzeker van. Want ik werd ook op een gegeven moment echt onzeker erover. En nu heb ik echt weer gewoon de draad te pakken. Ik ben helemaal klaar voor. Ja. Ik ga nu even ontbijt maken, want ik ben weer heel lang aan het lullen. Haha. Oh ja, trouwens nog even 1 ding. Ik ben nu dus super fan geworden van dit cashewmelk. Die is echt zo lekker. Super handig is van die zakjes is dat je meteen weet hoeveel gram erin zit. Dus dan hoef je het niet helemaal te wegen. Dat scheelt ook weer tijd. Zo. En klaar. Ik heb hier mijn havermout met aardbei en met blauwe bessen. Zo, ik ben helemaal klaar met editen en nu ga ik lekker mijn theetje doen met mijn chocoladereep voor tussendoor. En deze heeft maar 135 calorieën. Dat is dan toch helemaal top. In 1 zo'n reepje. En hij vult ook echt als een man en hij is super lekker. En chocolade. Ik kan zeggen dat het met chocola is en dat ik echt dol erop ben. En dat ik dat heel erg lekker vind en dat ik chocola echt mis. Ja. Oma toe, hè? We gaan naar oma toe. We gaan eerst naar het plein, hè? Mama gaat niet ook mee, hè? Nee, niet naar oma toe, maar mama gaat wel mee naar het plein. Ja, dat is wel leuk. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Oh, die zijn heel vet, hoor. Kijk, een voetbal. Een voetbal. Oh, heb je dat gezien? Kijk, nu, of niet? Een voetbal van Stadion. Ja, dat is heel erg goed. We gaan nu lekker sushi eten. Ik wist ook echt niet wat ik aan moest doen, dus ja, heel saai en plain is het geworden. Ik vind het echt altijd zo irritant als ik niet weet wat ik aan moet doen. En dan heb ik al 100 dingen gepast, aangetrokken, uitgedaan. En dan heb ik echt zoiets van, weet je wat, laat maar zitten. Ik doe gewoon wat simpels aan. En daar heb ik vandaag ook weer last van gehad. Kan je nooit fout ingaan, denk ik dan. Oeh, het is wel koud. Ik heb een leer jasje aan. Zo. Oh. Wij gaan even lekker in de stad wat eten. Zo een paar weken geleden hadden we shabu shabu gegeten en ik dacht nu even wat anders. Dus het wordt sumo. Het is wel weer sushi. Wij zijn echt sushi verslaafden. Ik zweer het je. Ik heb voor de zekerheid heb ik mijn zonnebril meegenomen. Voor ongeluk Memphis Batman.
nog in mijn tas. Mom life. Het een beetje too catchy is voor nu, omdat het nog niet echt heel erg warm is. Maar ik dacht, ik neem hem toch maar voor de zekerheid mee. Dus als het warm wordt, dat ik hem erop kan doen. KUT gevoel. Mega veel gegeten en ik heb niet bijgehouden hoeveel het was. Ik dacht, fuck it, ik ga gewoon lekker genieten van mijn eten. En dat heb ik ook echt gedaan. Ook heb ik 2 wijntjes gedronken en ik voel me al een beetje tipsy. Omdat ik al 6 weken geen wijn had gedronken vanwege mijn dieetplan. Ik had vandaag echt zoiets van, weet je wat, ik krijg toch lekker allemaal lekker even de... Dat ja. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en ik ben net wakker. Nick en Alessia naar voetbal gaan. Ik zou eerst meegaan, maar Memphis sliep nog en het weer is echt een bagger. En ik ben bezig met mijn e-book ook nog. Lekker in mijn pyjama, gewoon casual. Ook heb ik hier een nieuw pakketje binnengekregen en die ga ik gebruiken voor een video. Ik zal hem zo even uitpakken. Het was dus een popcornmachine wat ik had gekocht, maar kijk, dit gaat hem natuurlijk niet worden. In mijn stopcontact. Ik snap het niet. Als je een levering van Nederland krijgt, dan doe je toch niet zoiets. Het is Urban Outfits. We hebben hier ook eentje in de stad zitten. Ik weet niet of ik hier een Nederlandse ding op kan zetten. Oh, ik koop ook eens een keer wat hoor. Kijk eens. En er zitten maar 9 calorieën in per 100 gram. En in zo'n hele pak zit 270 gram. Dus ik hoop dat het echt naar spaghetti smaakt. En niet naar... Ja, iets wat ik niet lust. We shall see. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag en het zonnetje schijnt. Yay! Yes. I love it when the sun is shining. Ik ga zo even sporten, want ik had gisteren en eergisteren niet gesport. Gisteren ben ik toch niet gegaan, ik was veel te moe. Dus ik ga nu even sporten. En ik ga even de tuin doen, weer vandaag even alle plantjes op zijn plek zetten. Nieuwe plantjes kopen en ja... Ziet het er eigenlijk. Dit heb ik aan, samen met zo'n topje. Ik weet niet of ik hem dicht of open laat. Ik vind het alle twee wel eigenlijk leuk. Lekker gaat. Nick die is namelijk al gaan sporten in die zaal. Het is best wel lekker weer buiten. Ik ga op de fiets. Dus ik dacht, nee, dan ga ik gewoon lekker wat makkelijks aan doen. Jeuk op mijn bovenlipje ook, ik heb iets gedaan. En nu is het helemaal geïrriteerd. Hey, ik heb net lekker gedoucht. Glimbroekje aan. Die heb ik net nieuw van de Bershka. En die zit echt super, super, super. Helemaal. Heb je... Oh, Minion, ja. Minion taart. Nu iets van 4:10. Ik kon het toch niet laten om een plantje te kopen. En ik had zo'n leuk bijzettafeltje gezien bij de Karwei online. Dus ik denk, nou, ik rij even naar de Karwei. Want hij was ook nog in de sale. Dus ik kon hem niet laten gaan. Ik heb het nu hier liggen. Het plantje die ik heb gehaald, die is dan voor binnen. En daarachter... Heb je dat bijzettafeltje. Want hij is ook lekker boho en daar hou ik van. Ik ben alleen nog op zoek naar echt een eettafel voor in de tuin. Wat hogere tafel. Maar komt goed. Ik zag allemaal leuke dingen bij de Karwei. Ik wist niet dat Karwei zijn game zo had geüpdate. Oh my god. Ik ga nu maar rijden naar huis toe. Want mijn pompoen is al klaar. Nick appte me van, hey, je pompoen je overgilt. Wat moet ik doen? Wat een mooi kleurtje. Super lekker. Hier nog meer groentes. Ja hoor, ik heb de 10.000 stappen gehaald. Je staat er echt sexy bij, schat. Nou, go. Ik heb er geen probleem mee. Nee, dan moet je wel doorgaan dan, hè? Ja. En ik ben ook echt heel erg druk bezig met op de bank zitten met een dekentje. Zou dit dan beter zijn? Maar ik heb wel de 10.000 stappen gehaald. Dit was alweer het einde van mijn weekvlog. Vond je dit een leuke video? Vergeet geen dikke vette duim omhoog te geven. En te abonneren door hier of hier te klikken. En dan zie ik jullie vrijdag bij een nieuwe video. Slaap lekker en tot vrijdag. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.